Nou, wij hebben gekozen voor strokenteelt, omdat wij willen in deze polder de biodiversiteit vergroten. We hopen door de samenwerking met de veehouderij en met een ruimere vruchtwisseling een weerbaarder gewas te krijgen, de bodemvruchtbaarheid te verhogen. En we willen monitoren wat het met de ziektedruk doet in de gewassen. Ja, wij plan van aanpak bij de start van de strokenteelt is dat we eigenlijk eerst hebben gekeken hoe de polder in elkaar steekt. Wat zijn de lengte- en breedtematen? En dan zijn we uitgekomen dat we gekozen hebben voor stroken zo rond de 39 meter, 30 tot 39 meter. Dat past dus in de huidige technische machines die we hebben. En daarnaast past het ook mooi in de polder zoals die ligt, waar wij om de 6 blokken dus een strook natuur ertussen hebben. We hebben nu tijdelijk hebben daar nu graan met klaprozen en korenbloemen en gele ganzenbloemen in staan. Die hebben het heel erg mooi gedaan dit jaar. De doelstelling is dat we het nu oogsten, dat we graan afmaaien en dat we dus nu echt definitief kruidrijk grasland gaan inrichten. En ja, de keuze daarvoor is eigenlijk omdat je die heel goed kan beheersen. Qua onkruiddruk en dat soort dingen. Het is natuurlijk leuk met bloemenmengsels en dergelijke. En wij denken eigenlijk dat we het onderzoek ook, wat er bleek is dat we bij de studenten gedaan hebben, dat we met die kruidrijke grassen zeker wel met genoeg natuurlijke vijanden kunnen oproepen, zeg maar, om invloed te hebben op de gewassen die we telen. Maar eigenlijk is het zo eigenlijk een beetje tot stand gekomen, in ieder geval vooral met de afmeting en de breedtes van de stroken. Ja, we telen hier vooral aardappelen, uien, graan als akkerbouwgewassen. En daarnaast een combi van akkerbouw, veehouderijgewassen zoals de veldbonen. We hebben ook bruine bonen staan. En daarnaast grasklaver, die zeer succesvol is geweest dit jaar. En ook mais telen we hier. En we kijken naar volgend jaar door om misschien nog wat variatie in andere gewassen te brengen. We telen hier ook nog wat witlofpennen. En ja, voor het nieuwjaar gaan we het weer bezien. We hebben van het voorjaar een mooie start kunnen maken doordat we vroeg al konden ploegen. Deze grond die leent zich ook daarvoor om in het voorjaar geploegd te worden. Ja, daardoor konden we goed op tijd zomertarwe zaaien. Die gewassen zijn ondertussen geoogst. Dat zag er redelijk tot een normale opbrengst zag dat eruit. Planduien zijn ook van het land. Dat is qua teelt ook gewoon goed gelukt. De wetlofpennen. Dat staat ook gewoon mooi. We hebben hier wel van het wortelonkruid is toch wel wat tegenvallend. Dat is wel een dingetje. Hoe hoog die druk is. Ja, de historie natuurlijk is hier toch in de polder dat er voor ons toch grootschalig door iedereen geboerd is. En het is logisch dat de laatste onkruid daar niet veel aan gedaan is. En dat is wel echt wel een dingetje. Het voordeel is wel, we telen ook veel grasklaver ook dit jaar. En dat is eigenlijk heel erg succesvol geweest. Voorjaar saai, daar ben ik altijd een beetje benauwd van. Droogte, het wil nog wel eens mislukken. Maar ja, eigenlijk fantastisch gelukt. Het is ingezaaid. We hebben nu 3 zware sneden geoogst. En hierachter staat een 4e snee inmiddels. En ik dacht dat het laatste snee te houden. Maar ik denk inmiddels dat er nog een 5e oog achteraan kan. Ja, dat is echt ongekend. Met een hele lage bemestingsniveau is gewoon enorm veel afgekomen. Ook de velbonen. Is gewoon goed. We hebben nog niet exacte kilo's. We gaan vandaag weer verder met dorsen. Maar mijn verwachting is dat het toch wel, zeker voor zomervelbonen, gewoon een leuke opbrengst gaat doen. En ook de hele teelt, zoals die gelopen is, eigenlijk goed gelukt. Dus eigenlijk ook de mais doet het gewoon prima. Het is gewoon een prima jaar daarvoor ook. En het enige wat een beetje, denk ik, zijn die kidneys, de kidneybonen. Ja, de kidneybonen die hebben toch veel last gehad van de neerslag in mei en juni. Ja, dat is wel echt. En het is sowieso natuurlijk erg slemgevoelige grond. Dus we moeten toch een beetje uitkijken hoe we met bonen of we daar echt mee verder kunnen gaan. Nu zijn die zomervelbonen eigenlijk best wel succesvol. Dus misschien moeten we ook wel op de zomervelbonen blijven. We gaan toch wat wintervelbonen proberen omdat die een hogere opbrengst zouden geven. En natuurlijk ook wat minder ziektegevoelig zou zijn. Maar ja, gezien de slemgevoeligheid van de grond is maar de vraag of dat het heel wijs is. Misschien moeten we gewoon kiezen voor zomervelbonen te blijven telen als het zo goed gaat. Ja. Deze manier van telen, strokenteelt, bij gaat dragen aan biodiversiteit en dat soort zaken, dat kunnen we nu nog weinig over zeggen.
Dit jaar is echt voor ons een nul monitoring. De lokale natuurvereniging die heeft insectentellingen, vogeltellingen gedaan. Dus dat hebben we dit jaar vastgelegd. En de komende jaren gaan wij volgen wat het gaat doen. Nou, wat je wel ziet is bijvoorbeeld in de veldbonen, vond ik zelf. We hadden 3 percelen veldbonen, die toch wel wat uit elkaar liggen. Doordat je door kleine strookjes teelt, dat je wel merkt als in het ene blok wat luizendruk kwam, dan zit het niet meteen in het volgende blok. Dus wat dat te gaan, kan je wel zeggen, voorzichtig zeggen, dat het zeker niet negatief is. En de samenwerking voor de rest tot nog toe samen is erg goed verlopen. Omdat toch met mest inzet en op gewassen en dergelijke, dat het toch wel flexibel schakelt tussen akkerbouwer en veehouder. Maar goed, we moeten gaan blijken of dat volgend jaar, dan gaan we echt de resultaten zien. Dan kunnen we echt gaan meten van is het beter, is het minder. Het is nu toch een nul monitor, dus we gaan het zien. Er zijn altijd dingen die je anders gaat doen. Ik teel dit jaar een perceel snijmaïs met daarin bonen, stokbonen. De doelstelling is waar die stokbonen meeklimmen in het gewas. Waar we toch niet echt mee rekening hebben gehouden is dat de onkruidbestrijding dat toch wel een dingetje werd. Je kon ze natuurlijk niet spuiten. Dus het gevolg is dat daar behoorlijk onkruiddruk in de perceel ontstaan. En dat heeft ook wel geleid tot een minder resultaat. Daarentegen hebben we goede resultaten opgedaan met de veldbonen met een kapperspuit. Dus de mogelijkheid is dat we volgend jaar wel die teelt opnieuw een keer proberen, maar dan met een kapperspuit. Om tussen de rijen in te spuiten. En anders zullen we hem achterwege moeten laten, want dan is de onkruiddruk toch wel wat te groot. Dus dat gaan we zeker anders doen. We gaan ook iets minder grasklaver aanleggen. Eigenlijk omdat het zo'n groot succes is in het eerste jaar, dat we toch wel besloten om het tweede jaar iets minder nieuw in te zaaien. Omdat op een gegeven moment zullen we het gras toch ook een keer op moeten voeren. Dus we gaan straks ons eigen succes dan nog ten onder wijzen van. En in de natuur gaan we natuurlijk de natuur vernieuwen. En ook daarvan leer je wel dingen, dat je bepaalde soorten makkelijker zaait en minder onkruiddruk hebben als andere soorten. Wat we volgend jaar, bijvoorbeeld voorjaar, ook echt anders gaan doen ten opzichte van afgelopen voorjaar, is dat afgelopen voorjaar hebben we gewoon traditioneel geploegd. Gewoon op 25 centimeter, zeg maar. En we willen nu eigenlijk naar minimaal keren toe. Dus dat wordt toch wel een leerproces. Hoe gaan we dat doen?